Hoi, welkom allemaal. Ik ben Lotte en vandaag zit ik hier met Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid. En ja, misschien wil je jezelf eerst even voorstellen. Ik ben Gijs. Ik ben Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik richt me vooral op werk, alles rondom werk. We noemen dat sociale zaken. En ik woon op Texel. Dus ik zit veel in Den Haag voor de Tweede Kamer, maar ik kom ook heel graag op mijn eigen eiland op Texel. Ja, en hoe word je nou eigenlijk Kamerlid? Want je bent het ooit geworden. En hoe werkt dat dan? Ja, dat is, er is niet echt een handboek voor geschreven hoe je Tweede Kamerlid wordt. In mijn geval werd ik gebeld of ik interesse had om me eventueel aan te melden voor de lijst. Nou, uiteindelijk vond ik dat heel eervol en leuk om te doen. Dus ik heb me, dat moet iedere kandidaat van iedere partij doen. Je moet je melden bij de commissie die daarvoor is ingesteld. Dus ik heb een brief gestuurd met een cv. En ik had een lijst met 50 handtekeningen van leden van de Partij van de Arbeid. En toen heb ik een gesprek gevoerd met de commissie. De kandidatenstellingscommissie noem je dat. En uiteindelijk krijg je dan te horen op welke plek je staat en of je op de lijst komt. En toen werd ik uiteindelijk gebeld dat ik op plek 5 stond. Dus zo ben ik in de Tweede Kamer terechtgekomen in maart 2017. Dan was je gekozen en wat gebeurt er dan allemaal? Dan gaan er heel veel dingen heel snel, want de dag na de verkiezingen, dan krijg je dus door of je erin zit of niet. We hadden 9 zetels, dus ik wist, ik kom in de Tweede Kamer. En dan moet je ook direct de volgende dag je melden in de Tweede Kamer. En dan word je binnen no time overal ingeschreven en gedaan. En uiteindelijk word je dan geïnstalleerd in de Tweede Kamer, dat is een officieel moment. Dat is dan iets later hoor, dat is niet meteen de dag erna. En dan worden alle 150, want er zitten 150 Kamerleden in de Tweede Kamer, die worden geïnstalleerd door de Kamervoorzitter. En dat gaat heel officieel, want dan moet je gaan staan en dan moet je de eed uitspreken. Is dat je geen andere belangen hebt dan te dienen van, om het land te dienen. En dan ben je vanaf dan officieel ook Tweede Kamer, dus je wordt officieel benoemd. En hoe ziet je dagelijkse dag er dan ongeveer uit? Is dat nooit hetzelfde? Nee, de dagen zijn altijd heel verschillend. Ik weet in ieder geval, de Tweede Kamer is eigenlijk open, is 7 dagen in de week open, maar er wordt een debat gevoerd op dinsdag, woensdag en donderdag. Dat zijn zeg maar de debatdagen in Den Haag. En dan weet je als Tweede Kamerlid, je moet er van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn. Want er zijn altijd debatten overleggen die je moet bijhouden of die je zelf moet voeren. En er kan op ieder moment, op die 3 dagen, kan er een stemming zijn. En wat is de stemming? Dat is in de grote plenaire zaal die je vaak op televisie ziet. En daar zitten alle 150 Kamerleden en die stemmen daar over voorstellen van het kabinet of over voorstellen van Kamerleden. En je moet ervoor zorgen dat je dan altijd in de buurt bent. Want er kan op ieder moment van de dag, als de vergadering loopt, kan er een stemming worden aangevraagd. Dus dat zijn hele wisselende, hectische dagen waar je ofwel een debat voert, ofwel met een journalist praat of mensen die komen langs. De maandag en de vrijdagen zijn voor ons vaak dagen dat we het land ingaan en werkbezoeken hebben. Want we kunnen natuurlijk niet alleen in Den Haag zijn. We vertegenwoordigen de Nederlanders en we hebben allerlei onderwerpen. Dus daar moeten we ook langs en dan moeten we met mensen in gesprek. En in het weekend heb ik heel vaak dingen voor onze eigen partij. Dus bijeenkomsten van ledenbijeenkomsten en dat soort dingen of congressen. Ja, dus eigenlijk werk je heel veel als Kamerlid. Ja, het is ook niet echt werk. Het is een soort, het is natuurlijk wel werk, maar je doet het echt 7 dagen in de week. En dat is ook wel heel mooi en eervol om te doen, maar het is inderdaad, je bent er altijd mee bezig. En waar hou je zo al mee bezig wat voor jongeren interessant is en leuk is? Nou, een van de dingen waar ik me mee bezig hou is werk. En voor heel veel jongeren die nu nog opleiding doen of onderwijs, die zullen uiteindelijk gaan werken als ze klaar zijn met een opleiding. En wat heel veel jongeren nu ervaren is dat als ze beginnen met werken, dat werk vaak heel onzeker is. En dat ze jongeren heel vaak geen contracten krijgen, maar via allerlei constructies moeten werken. Nou, dat vind ik niet goed, want ik vind dat jongeren ook gewoon goed werk verdienen. En daar maak ik me al, nu sinds ik in de Kamer zit, maak ik me daar druk om. We hebben onder andere ons druk gemaakt over al die bezorgers die in de stad fietsen en ongelukken kunnen krijgen. Maar waar ook over allerlei andere beroepen waar we ons zorgen over maken. En dan proberen we in de Kamer daar verandering in te brengen. Dus dat is denk ik wel van belang voor veel jongeren. Dat ze gewoon ook kunnen rekenen op vast en goed werk. Wat ze nu vaak niet hebben. En misschien ook wel minimum jeugdloon. Ook een goed punt. Dat heel laag is. Minimum jeugdloon. Jongeren verdienen echt gewoon veel te weinig.
En wat we graag zouden willen, en daar hebben we ook allerlei voorstellen voor, is om de jeugdlonen af te schaffen, om daarmee te stoppen. Dat is echt onzin, dat is niet van deze tijd. En om ook het minimumloon te verhogen. Want we vinden ook dat jongeren die in de supermarkt werken of in de horeca, die moeten gewoon normaal verdienen en dat verdienen ze nu niet. Ja, en als jongeren nou zelf daar iets mee willen, bijvoorbeeld invloed willen uitoefenen om hun idee kwijt willen, hoe kunnen ze dat dan het beste doen? Ze kunnen gewoon contact met me opnemen. Dat is het mooie van, het lijkt af en toe best wel ver weg en moeilijk te bereiken. Maar wij zijn gewoon, als Tweede Kamerleden, zijn we namens de mensen, zijn we daar aan het werk. Als je een vraag hebt of je wil een keer een dagje meelopen, dan moet je gewoon even contact met ons opnemen. Want dat kan altijd, dat vinden we ook leuk. En dan kunnen we ook de Tweede Kamer laten zien, dan kan je eens even kijken hoe het allemaal werkt. Of als je vragen hebt en je wil weten hoe het een en ander zit, kan je ons ook gewoon even mailen. Dus op zo'n manier willen we ook heel open zijn en met iedereen in gesprek, want dat is gewoon ons werk. Dus dat is wat we dagelijks doen. En de e-mailadressen zijn te vinden op tweedekamer.nl, ja, toch? Ja, op tweedekamer.nl kan je alles vinden. Je kan alle live debatten volgen. Ja. Je kan alle contactgegevens vinden. En je kan ook bijvoorbeeld kijken of je het een keer leuk vindt om gewoon überhaupt een keer langs te komen voor een rondleiding. Ja, want dat is natuurlijk ook altijd mogelijk. En sommigen zullen dat met school al doen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal scholen die niet of nooit naar Den Haag zijn geweest. En misschien dat in de komende tijd wel gaan doen. En dan kun je altijd even contact opnemen. Zeker. En ben je het ook wel eens oneens met het PvdA? Of met het partijstandpunt van de PvdA? Ja, zeker gebeurd. Ik ben natuurlijk wel bij de Partij van de Arbeid, en dat is voor ieder politicus. Je sluit je aan bij de partij waar je het inhoudelijk het meest voor voelt en waar je het meest mee eens bent. Maar het is me zeker zo afgekomen dat je het gewoon niet eens bent. En wat we doen is, en dan doet iedere politieke partij op iedere dinsdagochtend, als zeg maar de Haagse Kamerweek begint in de Tweede Kamer, heeft iedere politieke partij de fractievergadering. En dan zitten alle Kamerleden van iedere partij bij elkaar en daar bepalen ze de agenda, de standpunten en hoe ze gaan stemmen. Ja. En het werkt heel simpel. In iedere fractie werkt het ook zo. De meerderheid beslist. Dus net als in de Tweede Kamer, maar ook in de fractie geldt. Op het moment, ik vertelde net, we hebben 9 Kamerleden. Op het moment dat ik iets vind en ik sta alleen of iemand en tegenover 8 anderen die het wel met elkaar eens zijn, dan mag ik dat wel zeggen. En dan mag ik daar een punt van maken in de vergadering, maar daarna sluiten we de gelederen. En dan is het partijstandpunt het andere geworden. En daar moet ik me dan bij neerleggen. Zo werkt het gewoon. De meerderheid beslist ook in iedere politieke partij. Nou kan het wel zijn, en dat is vaak bij, als het bijvoorbeeld gaat over abortus of over euthanasie. Dat zijn ingewikkelde levensvragen. Daar kiezen partijen vaak voor om niet van tevoren af te spreken wat je gaat stemmen. Omdat dat hele persoonlijke levensvragen zijn. En dan mag je als Kamerlid, en dat is vrij uitzonderlijk, maar dan mag je je eigen afweging maken. Dus dan is niet uiteindelijk de meerderheid in de partij die besluit wat het standpunt is. Maar dat jij als Kamerlid mag je jezelf je hart laten leiden van wat je van belang vindt rondom die levensvragen. Dus alleen dan zie je wel eens afwijkende standpunten. Maar over het algemeen gaat altijd de fractie als één naar buiten. Op het moment dat ik het niet eens zou zijn en me niet zou neerleggen bij de meerderheid in de partij, dan heb ik heel snel een probleem. Want dan zal ik door de partij en door de partijleider snel worden gezien als iemand die het eigen belang boven het partijbelang stelt. En dat wordt niet gewaardeerd. Ja. En dat leidt vaak tot ruzie. Ja, en als je dan, voor bijvoorbeeld zo'n abortuskwestie stemt en je stemt eigenlijk bijvoorbeeld op een congres van de Partij van de Arbeid, is bijvoorbeeld afgesproken, oké, wij vinden dit van abortus. Jij zelf als persoon vindt dat dan niet. Zie je dan wel vaak dat mensen dan wel met het congres meestemmen, omdat zo de verhouding om in de partij een beetje zitten? Of zie je dat dan mensen alsnog wel hun eigen? Dit zijn zulke persoonlijke vraagstukken. Als het over die levensvragen gaat, dan zullen mensen toch eerder gewoon hun eigen gevoel en hart volgen. Alleen wat je vaak ziet, is dat binnen de partij er vaak wel hetzelfde over wordt gedacht. Want het is niet voor niets dat je elkaar hebt gevonden op politieke standpunten en dat je het vaak met elkaar eens bent. Dat geldt ook vaak voor die levensvraag. Maar wat je wel wilt, is bij die levensvraag om dan wel ook het Kamerlid individueel de mogelijkheid te geven om af te wijken zonder dat dat tot ruzie leidt. Ja, nee, logisch.
En wat is van tot nu toe je mooiste moment geweest als Kamerlid? Wat ik heel mooi vind is als het lukt om met mensen die een probleem hebben, in dit geval hadden heel veel bezorgers van Deliveroo, een bedrijf, een bezorgersbedrijf, fietsencouriers een probleem, als die zelf een stem weten te krijgen via de politiek. En dat is denk ik, want bij Deliveroo werden bezorgers, jonge bezorgers, niet goed behandeld. En die hebben zich gemeld bij ons en bij mij. En uiteindelijk is het mij gelukt om hen een platform te geven in de politiek. Waardoor het op de politieke agenda kwam en waardoor er ook een meerderheid kwam om de situatie aan te pakken. Mooier kan het eigenlijk niet zijn voor een volksvertegenwoordiger dat de mensen die normaal gesproken geen stem hebben. En als Kamerlid moet je proberen toch zoveel mogelijk de stem te geven aan mensen die niet zelf een stem makkelijk hebben in politiek. Om dan ook dat platform te kunnen bieden. Dat is wat ik iedere keer probeer. Af en toe gaat het niet goed, af en toe gaat het goed. En bij die bezorgers ging dat goed. En dat vond ik eigenlijk het mooiste moment. Omdat het eigenlijk de meest pure vorm is van volksvertegenwoordiging. En waarom zouden jongeren moeten gaan stemmen? Ja, iedereen mag dat zelf weten, maar ik roep echt alle jongeren op om te gaan stemmen. Want als er een moment is, is het nu. Als je kijkt wat er aan de hand is. Als je kijkt wat er aan de hand is met het klimaat. Juist de jongeren, dat zijn de generaties die na ons ook weer komen. En de generaties na ons en na ons en na zijn weer opvolgen. Het klimaat die klimaatverandering gaat zo hard. Dat is al een reden om als jongeren je stem te laten horen. Maar het is überhaupt van belang in de democratie. Dus als je een stem hebt, dat je hem ook gebruikt. Om je uit te spreken, één keer in zoveel tijd. Om te laten weten wat jij van belang vindt. En iedere jongere die denkt, mijn stem doet er niet toe, is onzin. Je stem doet er altijd toe. En ik vind het ook eigenlijk een gemis als je het niet zou doen. Want je stem laten horen over zulke belangrijke zaken. Over bescherming van mensen, maar ook over de klimaatverandering. Als er een tijd is om als jongeren te gaan stemmen en naar de stembus te gaan, dan is het nu. En dan nog de laatste vraag. Hoe weten jongeren op wie ze moeten gaan stemmen? Goeie vraag. Ik zou iedereen wel adviseren goed even te kijken naar iedere partij. Ook even, kijk, ik kan me voorstellen dat je niet alle partijprogramma's gaat doorlezen, maar het is wel handig om eens even het nieuws te checken en even te kijken wat je zelf van belang vindt aan onderwerpen. En wat heel veel mensen doen en wat heel makkelijk en toegankelijk en lekker snel gaat, is als je even naar de kieswijzer gaat om dat eens even in te vullen. En op de kieswijzer wordt ook aangegeven bij welke partij je het meest zou horen. Ik zou wel altijd even kijken, als je een uitkomst hebt en het is partij X of Y, om dat gewoon nog eens een keer even te checken en dan nog eens even op die partij te zoeken. Dus het is echt de moeite waard om eens even te onderzoeken wat jij zelf van belang vindt. En dan volgens te kijken welke partij kan het beste datgene dat ik van belang vind vertellen en in de politieke arena bespreekbaar maken. Dus het duurt niet lang, maar lees je wel even goed in. Ja, en jongeren hebben ook een eigen jongerenstemwijzer natuurlijk, die vaak wat makkelijker is om in te vullen dan degene die voor volwassenen zijn gemaakt. Ja, goed punt. En bij deze wil ik je ook heel erg bedanken. En ik hoop dat de jongeren er thuis er wat wijzer van zijn geworden. Ik in ieder geval wel, en ik vond het leuk. Dankjewel, ik ook. Ja, en dat was het.